Veel ondernemers beginnen vol goede moed met bloggen, nieuwsbrieven schrijven, ze worden actief op social media, maar na verloop van tijd zie je ze als een nachtkaars uitgaan. Om regelmatig van je te laten zien en horen zul je tijd moeten investeren en het vraagt om heel veel toewijding en doorzettingsvermogen. Ik adviseer ondernemers altijd om 1 of 2 middelen uit te kiezen waar ze zich op gaan focussen, waar ze een goed doordacht systeem voor creëren om zo continuïteit te bereiken. En een systeem helpt je ook heel goed om bepaalde zaken uit te besteden aan een virtueel assistent, zodat jij je kunt focussen op de inhoud en je virtueel assistent de uitvoering ervan kan regelen. Alleen, wat is op de lange termijn dan het meest interessante middel om je op te gaan focussen? Nou, je raadt het vast wel, online video. Klanten krijgen draait natuurlijk allemaal om contact, om vertrouwen. En video komt het dichtst in de buurt bij echt contact. En één manier om online video in te zetten is om te gaan videobloggen, oftewel vloggen. En daar wil ik het met je over hebben. Wat is vloggen? Nou, het woord vlog is simpelweg de afkorting voor een videoblog. Een blog bestaat vooral uit geschreven tekst en een vlog bestaat uit videobeelden. Maar waarom zou je als ondernemer eigenlijk gaan vloggen? Nou, het is de perfecte manier om je bedrijf een gezicht te geven. Mensen leren je sneller kennen omdat ze je zien en horen. En het helpt je ook heel goed om te laten zien waar je kennis over hebt. Ze gaan je steeds meer vertrouwen en ze gaan zich steeds meer verbonden voelen met je. En vlog is ook nog eens heel goed voor je vindbaarheid op Google. YouTube is namelijk in handen van Google, de nummer 1 zoekmachine ter wereld. YouTube-video's verschijnen in de zoekresultaten van Google. En Google en YouTube gebruiken de content uit jouw video om je video te indexeren en te ranken. Dus als je een video gaat maken, is het slim om je ervan bewust te zijn dat alles wat je zegt wordt geïndexeerd door Google en YouTube. En dat het je dus kan helpen om beter gevonden te worden in de zoekmachines. Ik heb nog een aantal tips voor je om je eerste videoblog te gaan maken. Bepaal eerst het doel van je videoblog. Wat wil je ermee bereiken? En bedenk ook goed voor wie je de videoblog maakt, je doelgroep. Zorg ervoor dat je waardevolle informatie deelt waar je doelgroep ook echt iets aan heeft. Bijvoorbeeld een videoblog dat gaat over problemen en vragen waar jij de oplossing voor hebt of antwoord op geeft. Upload je video op je YouTube-kanaal en geef je video een slimme titel en sluit je YouTube-video vervolgens in op je blog. Publiceer en promoot je videoblog en herhaal dit stappenplan met vaste regelmaat. En hoe vaker potentiële klanten van je zien en horen, hoe beter. Om te gaan videobloggen heb je echt niet per se een dure videocamera nodig. Denk aan het apparaat dat je altijd op zak hebt en voorzien is van een goede videocamera. Je iPhone. Maar wat heb je dan precies nodig om te gaan vloggen met je iPhone? Nou, download het iPhone Video Startpakket op mijn site om te zien welke microfoon en accessoires je het beste gebruikt in combinatie met je iPhone.